Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Gesprek met minister Sociale Zaken over distributie voedselpakketten. Help mee het besef over COVID-19 teweeg te brengen. En update KPS over controle tijdens COVID-19. Minister Uraikit Ramsaran heeft duidelijkheid gegeven voor de distributie van voedselpakketten. De voedselpakketten zijn bestemd voor de sociaal zwakkeren. Deze pakketten worden aan de doelgroep verstrekt in het kader van de COVID-19 steun van de regering. De communicatiedienst Suriname, CDS, sprak met de bewindsman over deze maatregel. Zoals u weet, het leven van ons in Suriname is drastisch veranderd vanwege COVID. Natuurlijk heeft Sociale Zaken al een bestand van mensen geregistreerd, althans, voor een COVID-steunpakket. Verder hebben we dan ook nog onze doelgroepen, de AOV'ers, de AKB'ers, de mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Uit zwakke huishoudens kunt u al begrijpen dat zij momenteel, apart van het normaal wat wij hebben gekend, wij in een nieuw normaal zitten. Dus de zwakke huishoudens sowieso het heel zwaar zou moeten hebben momenteel. Daarbij hebben we ook dan toegevoegd dan onze bestand van AKB'ers, onze bestand van AOV'ers, onze bestand van mensen met een beperking en natuurlijk ook de werklozen die door COVID eigenlijk zwaar zijn getroffen. Let wel, er is een bepaald criteria aan verbonden. Apart van de zwakke huishoudens is er dan een criteria aan verbonden. Een criteria waarbij ik vraag aan onze broeders en zusters dat wij zoveel als mogelijk de informatie proberen te delen. Omdat ik heel duidelijk wil zijn bij deze dat de voedingspakketten bestemd zijn voor de mensen die het extra zwaar hebben. De regering heeft natuurlijk een regeerakkoord waarbij we momenteel in een urgentiefase zitten. En dat wij zo snel als mogelijk oppakken voor wat betreft het vangnet van de voedselpakketten, de voedingspakketten om het te zeggen. De voedingspakketten, we hebben een schatting meteen gedaan van 100.000 pakketten. Let wel, het is een start van 100.000 pakketten waarbij wij momenteel zien dat COVID een hele grote rol in speelt. Want COVID heeft ervoor gezorgd dat wij in een heel andere leefsituatie zijn. De voedingspakketten is eigenlijk geen nieuw iets voor Sociale Zaken, want dat doen wij al. Het is een van de producten van onze acute noodfonds. Dus voor het geheel naar Suriname, geheel Suriname, is wel een uitdaging waarbij we sowieso onze collega-ministers, ik mijn collega-ministers, dan heb gevraagd naar ondersteuning. Een voorbeeld daarvan is het ministerie van ROS en het ministerie Defensie. Om dan gezamenlijk met ons, de DC's en de maatschappelijke werkers van de wijkkantoren, ervoor te zorgen dat wij gereed staan voor het volk. Let wel, de pakketten zelf is een mooie waarde van meer dan 300 SRE richting de 400 SRE. Enige wat we vragen is dat u de informatie deelt met ons, welke wij aan u stellen. Verder is dat we vragen, en bij deze gaat het meer om het logistiek gedeelte, waar let wel, het zijn maatschappelijke werkers, dat wij ook daaraan denken dat conform alle COVID-maatregelen, dat we hebben gevraagd aan de maatschappelijke werkers om te leveren, om het zo te zeggen, naar u. Dus is er alleen een klein bijdrage aan verbonden. Ik zou het bijna zeggen administratieve kosten, oftewel logistieke kosten. Ik mag het zelf verwoorden in het geheel, maar het gaat meer erom dat er een bedrag van 10 SRD is, een 10 SRD'tje, zou ik zeggen. Het gaat meer om dat de mensen die naar u toe komen, dat maatschappelijke werkers zijn. Dus wij proberen hun ook te helpen in het geheel, zodat ze nog steeds gemotiveerd en nog steeds met alle liefde het werk doen voor u. Dus Brada Nangasa, een pakket schreef je, een waarde ving schreef je, een dorp sa 300-400 SRD. Sa mee actie nomo. Na de man sa jepi unu futchar a pakket telek na u, zodat u de veilig na oso, dat u sref in nafgona strati, oma, opa, tante, brada na sa, u nafgona strati, de mij kon na u. We actie wan ching bijdrage, a bijdrage dat die onagimi lek ministerie, lek minister, onagi de man sa rokona ministerie, na de maatschappelijk werkers, tak de mij kon na u, de man de gemotiveerd voor kon na u, na een lobby de mij doa roko. Dus ko denk je de man, zodat de man kan verzet aan Rokokodoro. Let wel,
Een moment dat hij praat, nou een vijf golo, ik ga naar de man. En na drie vijf golo, ik ga naar je EU-wijk. Zodat je EU-wijk kan ontwikkelen. Dus even berekende aantal, zij gaan naar een wijk terug, naar het DC. Dat naar voor stimuleren de man, dat heeft problemen de naar je buurt. Dat de man kan afhangen, een pad toe. Bij de man kan kaart terug, heeft kosten voor mij, de man kan poering uit dat. Dus braden lang is voor alle duidelijkheid. Je naf gaan naar straat, je naf kon dit zeggen, de mij kon je ook zo, de mij kon registreren je. Zo zou Sammy ask je naar pot de stukken van je gereed. En if de man door naar je, ik kan af een rustig gesprek naar de man. De mij tek alle gegevens voor je. En voor dat uit, de mij zorgen dat ik de pakket uit door naar je. Je naf gaan naar straat, die je eigen veiligheid, hoe je denkt je. En je, like braden naar Sammy, actie toe, dat wees verantwoord toe naar je eigen veiligheid. Dan wees bewust. Dat kan regeren die zij zoeken voor JPU. Dus kon je aan samenwerking, wat je kan doen. We doen wang, normaal Charles Tranang gaan morgen beter heen. Maar gezamenlijk, if we doen gezamenlijk, dat kan dit trangen. Het COVID-19 coronavirus heeft de wereld al een paar maanden in zijn greep. Een eerst onbekende aandoening die thans zeer gevreesd is. Hoewel wij als land de ziekte zo lang mogelijk buiten de deur willen houden, werden wij in maart al hiermee geconfronteerd. Sindsdien heeft COVID-19 ook in Suriname een veranderde situatie teweeggebracht. Het is een ziekte waar wat betreft juiste medicatie nog het antwoord op gevonden moet worden. Aan de andere kant moeten wij niet alleen leren leven met de nieuwe normaal welke door COVID-19 is ontstaan. Ook de economie moet hersteld worden en bedrijven moeten de draad weer oppakken. Er is veel veranderd, zodanig dat het van grote invloed kan zijn op ons leven. Het is juist daarom van belang dat wij ons nu al aanpassen aan voorschriften en maatregelen die tot doel hebben ongecontroleerde besmettingen te voorkomen en tegelijk het leven van alle dag geleidelijk aan op te pakken. Zover is het echter niet. Ondanks COVID-19 zeer besmettelijk is en negatieve gevolgen met zich meebrengt, is het besef hierover nog niet wat het wezen moet. Aan u die het begrijpt, is de oproep om zij die nog niet op dat punt zijn mee te krijgen. Het treft ons allemaal. Pak daarom uw verantwoordelijkheid op. Inspecteur Rachel Deekman van het Korps Politie Suriname benadrukt in gesprek met de CDS het belang van de total lockdown maatregel vanwege de overheid en de werkzaamheden van de politie gedurende deze periode. De lockdown is bedoeld om het aantal mogelijke COVID-19 besmettingen terug te helpen dringen. Helaas hebben niet alle burgers gevolg gegeven aan de maatregelen. Terecht hebben wij in het afgelopen weekend de total lockdown gehad. En ook dit weekend, zoals ik eerder had aangegeven, heeft de politie gesurveilleerd. En ook dit weekend zijn we overtreders van deze lockdown tegengekomen en we hebben ze ook opgebracht. Is er een verschil met de vorige week? Het verschil ligt erin dat dus deze lockdown een total lockdown betrof. Wat dus betekent dat wij niet alleen in de avonduren surveilleren als het gaat om de lockdown-overtreders, maar dan het heel weekend. Ik wil me daar haast om aan te geven dat we dan niet alleen overtreders van de lockdown hebben mogen opbrengen, of moeten opbrengen, maar we hebben dus ook overtreders van andere strafbare feiten moeten staande houden en of aanhouden. Hoe ziet het eruit als we praten over overtreders? Zijn het meer jongeren, zijn het meer ouderen, zijn het meer heren? Het totaalbeeld, dus over heel Suriname, geeft aan dus dat het meer gaat om volwassen mensen. En in het bijzonder mannen. Dat is het beeld welke ik dus heb geschetst zo van de informatie die verzameld is, ja. In welke buurten zijn de meeste overtreders of in welke districten? Suriname is opgedeeld in 4 regio's voor wat betreft politieverzorging. En de meeste overtreders waren in Paramaribo. Wat niet betekent dat in de andere regio's er geen overtreders zijn geweest. De aanpak is iets wat anders, omdat de situatie dan ook anders is. Maar volgens de data zoals die is aangeleverd,
zijn de meeste overtreders in Paramaribo geregistreerd. Als we praten over overtreders, zijn het alleen autobestuurders of worden bromfietsers, fietsers, voetgangers ook meegenomen? Alle overtreders worden meegenomen. Ik verwijs wederom naar de data waarin dus is geregistreerd dat de meeste overtreders zijn autobestuurders, maar ook voetgangers. Nou, als iemand dan de lockdownregels, maatregelen heeft overtreden, worden ze alleen naar POC gebracht of zijn er ook andere locaties? Nee, zoals ik eerder zei, is het verzorgingsgebied van de politie opgedeeld in regio's. Dus de overtreders van Paramaribo en Wanica worden overgebracht naar de politieacademie. De overtreders van het Westen, die worden naar de dichtstbijzijnde politiestation begeleid, waar ze gewoon in hun auto kunnen vertoeven, zeg maar de hele nacht of de hele periode. Voor wat betreft het Oosten, dan maken we gebruik van de locatie bij de voet van de Wijde Bosbrug, waar de overtreders daar ook gerust in een auto kunnen zitten en de tijd kunnen doorbrengen. Als het goed is, heb ik allemaal genoemd. Regio Midden, Oost, West, Paramaribo, ja. Nou, dan om even terug te gaan naar POC. Als de overtreders worden gebracht naar POC, zijn ze vrij in beweging of moeten ze rustig zitten? Ze zijn absoluut niet vrij in beweging. Als we deze overtreders vrij in beweging laten, dan zijn wij debet aan die verspreiding. En het doel van die lockdown en die handhaving daarbij is juist om te voorkomen dat het COVID-19-virus zich verspreidt door mensen. Dus u absoluut niet, nee. U neemt plaats op de stoel en daar zit u totdat de tijd verstreken is. Dan kunt u wegvervolgen naar huis met een briefje welke wij u overhandigen. Nou, er is ook een nieuwe actie bijgekomen vanuit KPS, is dat de bruggen worden afgesloten, ook tijdens de total lockdown. Heeft dat ook een beetje geholpen? Sowieso heeft dat geholpen. De bruggen zijn daadwerkelijk afgesloten geworden in de periode van de lockdown, de total lockdown. Ik wil wel aangeven dat niet alleen overtreders gebruik maken van de brug, wat dus maakt dat de politie op een gegeven moment de brug wel openstelt, omdat er essentiële diensten zijn. Er zijn zoveel zaken die nog moeten plaatsvinden opdat wij vrijelijk kunnen leven, waardoor op gezette tijden de bruggen worden opengesteld. Maar om concreet antwoord te geven op uw vraag als het afsluiten van de brug een bijdrage heeft geleverd, durf ik te zeggen ja. Daarnaast heeft dat ons ook gebracht naar een situatie van, ik meen eind augustus, begin september, waarop het echt storm liep op de brug. En ook daar heeft de politie een maatregel getroffen om die intensiteit te laten gaan, om vervolgens die handhaving te hervatten. Dit was Focus voor deze keer. Ten overvloede benadrukken wij dat u de gezondheidsregels in acht neemt. 1,5 meter afstand, het dragen van mond- en neusbedekking, handhygiëne en goede ventilatie zijn de basisregels om te helpen aan het terugdringen van het COVID-19-virus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.